kern van mijn werk is, hoe kan ik de andere mensen van dienst zijn? Dat is interessant. En dit is mijn proefschrift. Zit erin. Dit is mijn cadeau toen ik promoveerde. Dat typeert hoe men mij hier ziet. Ja. Met een bottenbijl kan je geen boom omhakken. Dus je moet zelf een scherpe bijl zijn, anders kan je nooit leider worden. En dat is eigenlijk mijn hoofdvak, dat ik de mensen leer. Hoe kan jij een geschikte tool zijn om de omgeving te verbeteren en te vernieuwen? En deze tool wordt gevoed door je innerlijke verlangen, je diepste verlangen, wat je blij maakt. Dus mijn vraag is altijd, wat maakt jou blij? Je kunt ook anders beginnen. In je werk moet je zo goed mogelijk werken, deskundig. Dan ga je van je werk houden. En dan bezielt je werk je. Ja. En zo wordt je werk een voedingsbron van je droom. Dus je kunt van twee kanten beginnen. Het gaat altijd om die tegenstelling die elkaar versterken van je droom, je diepste verlangen, je vocation, je roeping en je deskundigheid, wat je doet. En dat leer ik mijn studenten. Wat is de zin van jouw vak? Marketing, wat is de zin ervan? Verrijkt het jou? Wat geeft je plezier?